de hele wereld schakelen we nu over naar trendwatcher Ajit Bakas. Zijn beleggingstip voor een beter milieu. Als je nou kijkt naar die klimaatconferentie op Bali, dat was allemaal niet veel meer dan wat stoeltjes verplaatsen op het dek van de Titanic. Waar het echt om gaat is dat we met veel te veel mensen op de wereld zijn. In 1900 waren we met 2 miljard mensen, nu met 6,5, zometeen met 9 miljard. Die mensen moeten allemaal eten, drinken, autootje rijden, ga maar even door. Dat ga je never, nooit redden. Die putten de grondstoffen uit, putten die aarde uit, we hebben straks een paar extra planeten nodig. Dat redden we gewoon niet. Dus eigenlijk wat er op Bali besproken had moeten worden, is een bevolkingspolitiek. Hè? Een soort Chinese eenkindpolitiek voor een ieder op de wereld. En degene die het afgelopen jaar te veel hebben gefokt, de knoop erin, fokdiploma en anders niet. Dat is het beste wat je kan doen voor het milieu. Nou, nu is dat tot nu toe niet gebeurd, maar aan de andere kant zie je dat er daardoor weer oorlogen uitbreken. Dus eigenlijk is daarmee beleggen in de wapenindustrie eigenlijk ook buitengewoon goed voor het milieu.